seizoen hebben ze bij VK Linde een nieuwe trainer. En ik ga die man vandaag interviewen. Het is trouwens de jongste trainer in Eerste Provinciale. Heel jong, want ja, ik ben zelf 31 en we schelen maar 3 jaar. Ja, Jens de Truijer, stel jezelf eens even voor. Ik ben Jens de Truijer, ik ben 34 jaar. Ik ben al 15 jaar trainer. Ik ben begonnen bij jeugdploegen. Onder andere elite jeugdploegen, KV Mechelen, Anderlecht. En dan ben ik stelselmatig in het voetbal terechtgekomen bij eerste ploegen. Eerst als spelertrainer, dan als T2. En dan 2 jaar geleden de stap gezet als T1 bij KCS Mechelen. Om dan hier terug terecht te komen bij VK Linde. Ja, hoe komt het eigenlijk dat je zo jong gebeten bent door, van jongs af aan? Want ja, 15 jaar en 34 zijn, dus dan ben je er al heel lang mee bezig. Hoe komt dat eigenlijk dat je zo snel die trainersmicrobe te pakken gehad? Ja, dat is eigenlijk heel raar begonnen. Mijn kleine zus die bij de vrouwen van OHL Women speelt, die had een trainer op als ze 6 jaar was. Ik ging steeds naar haar wedstrijden kijken. En toen was dat natuurlijk een vader van de speler. En die kon dat dan niet altijd combineren met zijn werk en privé. En dan vroeg die mij om af en toe een keer in te vallen. En zo ben ik als 18-jarige eigenlijk in de trainerschap terechtgekomen. En heeft me dat echt gebeten en ben ik daarin verder gegaan eigenlijk. Ja, je bent hier al actief geweest bij Linde. Wat maakt de club zo speciaal of zo mooi? Ja, het is een heel familiale club. Er zit echt een hele goede sfeer binnen de club. Veel supporters en allemaal toffe mensen rond de club. Dus het is ook een heel kleine club, wat het ook direct maakt. Directe communicatie en niet te groot. En dat maakt het spontaan ook. Ja, je hebt al als trainer, als T1, je kwaliteiten ook bewezen. Want je hebt Mechelen dan in hun reeks gehouden. En ja, hoe is het afgelopen seizoen verlopen? Ja, het afgelopen seizoen is eigenlijk heel goed verlopen met KCS Mechelen. We hebben moeilijke momenten gehad gedurende het jaar. En we hebben ons dan uiteindelijk op de laatste speeldag kunnen redden in tweede provinciale. Dus dat is niet zonder een stoot verlopen. Maar eind goed, al goed. En we kunnen terugblikken op een positief seizoen bij Mechelen. Ja, voor welk soort voetbal staat trainer Jens? Ik probeer verzorgd voetbal van achteruit te bekomen binnen de ploeg. En met veel beweging tussen de lijnen. Snelle mannen die een actie in huis hebben. Dus attractief voetbal, laat ons zeggen dat ik liever met 6-4 win dan met 1-0. Ja. Heb je daar de spelers ook voor komend seizoen? Want ja, er is hier een hele verschuiving gebeurd. Ja, dat zal nog een beetje moeten blijken eigenlijk. We hebben toch 14, 15 transfers gedaan. Laat ons zeggen dat we een nieuwe cyclus zijn begonnen met allemaal jonge gasten. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van de ploeg 20, 21 jaar is. Dus het zal een beetje kijken zijn hoe dat allemaal gaat verlopen gedurende het seizoen eigenlijk. Ja, zijn er mannen op voorspraak van u gekomen? Ja, ik ben hier pas eigenlijk eind april toegekomen, dus juist vlak voor de transferperiode. Er waren reeds enkele transfers gedaan, maar ik heb er toch nog 7, 8 kunnen transfereren. Jongens die ik al even volgde ook. En waarvoor het niveau van tweede provinciale iets te laag was, die ik nu toch kunnen overtuigen heb om naar Linde te komen eigenlijk. Ja, dan weet je toch al een beetje, of kan je toch al een beetje inschatten hoe je ploeg er komend seizoen gaat uitzien of welke kwaliteiten. Ja, welke spelers schuif je eigenlijk naar voren als zijn dat de dragende spelers van Linde komend jaar? Ja, ik denk dat het eerst en vooral aan de jongens is die hier al zijn om die nieuwe jongens snel te laten integreren binnen de club. Te laten kennismaken binnen een club. Het is niet omdat je een goede speler bent dat je direct klikt binnen een bepaalde club. Dus dat zal allemaal nog een beetje moeten blijken. En ik denk dat we daarvoor die voorbereiding hebben om zo snel mogelijk die integratie en de verwachtingen van ons als staf naar die jongens uit te leggen en mee te geven. En dan denk ik dat we tegen nieuwjaar de balans kunnen opmaken. Oké, kijk, wie voldoet, wie is voor het moment nog niet daar waar we verwachten dat er moet zijn. En dan evalueren en verder werken. Ja, je gaat dan misschien ook nauw samenwerken met de trainer van de B-ploeg. Dat is toch de bedoeling, zeker voor de jongens. Allee, de kern is groot, ook bewust. Dus er zullen zeker elke week jongens naar de P4 moeten zakken. Dus die combinatie zal, of die samenwerking zal heel close zijn. Andersom denk ik dat de stap nog te groot is voor de jongens van de P4 om nu al de stap naar Eerste Provinciale te maken. Dat is ook aangegeven geweest door onze trainer van de P4, Ronnie. Maar het is wel de bedoeling om dat op termijn korter bij elkaar te brengen, zodat we kunnen de vruchten afwerpen van onze eigen jeugd en jongens kunnen laten doorstromen die van Linde zijn en de kansen te geven. Ja, wanneer? Want ja, we hebben al even het over uw type speelstijl gehad of waar je van houdt. Maar wanneer is het seizoen hier bij Linde geslaagd voor u als trainer? Ik denk dat we daar rustig moeten in blijven.
zo snel mogelijk gered zijn. En dan naar boven kijken. Ik zeg het, we moeten 15 nieuwe spelers inpassen. We starten een nieuwe cyclus. Ik denk niet dat we de ploeg hebben om direct kampioen of loskampioen of dat te ambiëren. Laat ons rustig met de voetjes op de grond blijven. De spelers inpassen. En dan kijken, oké, wat hebben we nog nodig om misschien volgend jaar terug een stap vooruit te zetten. Ik zeg altijd stap per stap. En op de juiste momenten de evaluatie maken. Ja, als je dan naar boven kijkt in de reeks, wie verwacht je daar? Ik denk dat er 16 ploegen kunnen kampioen worden. En dat bewijzen ook de resultaten van de beker van België, waar dat er toch al 3 wedstrijden zijn waar eerst de provinciales tegen elkaar hebben gespeeld. Die resultaten zijn heel kort op elkaar, gelijke spelen, 1 goalverschil. Het ligt allemaal kort bij elkaar en details zullen vaak beslissen wie dat de wedstrijd of de scherpte van het moment zal het vaak beslissen, wie dat de wedstrijd naar zich toetrekt. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie zal zijn om elke week goed te selecteren en de spelers klaar te maken voor elke wedstrijd aan die aftrap zo scherp mogelijk te komen. Ja, ik denk wel, als je nu speler bent dit seizoen in Eerste Provinciale, ja, het is een machtig seizoen, denk ik, om te spelen. Hè? Want de ploegen zijn inderdaad allemaal echt fel aan elkaar gewaagd. Hè? Ja, dat zeker. En het zal een heel hoog niveau zijn. Plus voor ons zijn er heel veel derbies, wat het ook nog aantrekkelijk maakt voor de spelers zelf, voor ons als staf en voor de supporters. Ja, dan heb ik nog een laatste vraag, Jens. Niet over het seizoen, maar ja, ik veronderstel hier in Linden een nieuwe ploeg. Dan ben je in een lange termijnsproject gestapt. Tegen wanneer zou Linden er volledig klaar voor moeten zijn? Of wanneer verwacht je dat de ploeg op zijn sterk zal staan? Ik denk dat we dit jaar een rustig seizoen moeten ambiëren, zo snel mogelijk gered zijn. En dan kunnen we nog altijd de doelstellingen bijsturen of bijstellen. In de loop van het seizoen moesten we al gered zijn. En ik denk dan dat we volgend jaar terug een stapje hoger moeten mikken. Laat ons zeggen, ja kijk, het is niet de ambitie van Linden om direct naar nationaal voetbal te gaan. Maar moest die kans er binnen dit en 2, 3 jaar of 4 jaar komen, ja, dan gaan we het zeker niet laten liggen. Dus dat is de wet van het voetbal. Je moet gewoon spelen elke wedstrijd en dan het hoogste ambiëren. Anders word je hier niet op je plaats, denk ik, in Eerste Provinciale. Ja, dan wil ik u nog heel veel succes wensen komend seizoen bij Linden. En ja, als jongste trainer, u zeker niet laten kennen. Ja, dankjewel.